So raise your banner, fight your war, break the silence, no remorse. 7 september is het zover. Het muziekprogramma Bring the Noise komt weer terug op RN7. En in de eerste aflevering brengen we een bezoek aan Bevrijdingsfestival Gelderland dat jaarlijks hier in Wageningen plaatsvindt. Verder gaan we ook naar Oranjepop in Nijmegen en spreken we zangeres Maan, die dit jaar ambassadeur van de vrijheid was. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend en ik denk, doordat er zo'n dag is, dat iedereen er heel eventjes wel bij stilstaat. Ook vooral door dode herdenking natuurlijk de dag ervoor. Bring the Noise, the Revival gaat vanaf 7 september van start. Zorg dat je het niet mist. En volg ons ook even op Instagram via @bringthenoiserevival. Na afloop van Bring the Noise kun je nog lekker nagenieten in Him After Noise. De beste muziek die voorbij kwam in de uitzending of binnen een thema hiervan. De ideale afterparty van Bring the Noise is Him After Noise. Iedere zaterdag om 5 uur direct na Bring the Noise, The Revival. Music,